Bijzonder welkom op deze 30ste van december, een bijzondere dag voor Westlandia, want we hebben vandaag de eindejaarsshow waar je nu middenin zit en we hebben vandaag ook die XL teststraat gehad waarin jij bijvoorbeeld loten hebt kunnen kopen voor de loterij waarvan de trekking vanavond is. Straks in deze uitzending gaan we prijzen verdelen onder al die winnaars en dat is allemaal gebeurd onder toeziend oog van onze eigen notaris. Straks ook praten over 2020, wat een roerig jaar was, wat een bijzonder jaar was natuurlijk. En we gaan vooruitblikken, voor zover dat kan, op 2021. We doen dat met niet de minste gasten. We gaan dat straks doen met de voorzitter van de Business Club, Ted Vollebrecht. Met de voorzitter van Westlandia, Tom van Marrewijk. Maar we starten met twee kopstukken hier aan tafel. Namens zaterdag 1 zit hier Rob Klop, de assistent-trainer. En voor zondag 1 zit hier Marco van der Knaap, nauw betrokken natuurlijk bij dat team en technisch manager. Dus we kunnen beginnen. Mannen, welkom. Jullie hebben ooit samen gespeeld? Wij hebben samen gespeeld, ja. Ja? Dat is denk ik een jaar of zeven, acht geleden. Ja, maar was kortstondig door mijn blessure leed. Maar Knaap heeft het lange voorgehouden. En wat was hij voor speler, Knaap? Ja, goede voetballer, ja? Techniek. En ik denk ook in de groep was hij heel bepalend. Dus ik zag wel een mooie rol eigenlijk voor hem weggelegd om het stokje over te nemen op een gegeven moment. Ja. In zondag 1. Maar dat ging niet door dus? Nee, dat ging uiteindelijk niet door. Nee, omdat ik uiteindelijk drie keer mijn kruisbanden heb afgescheurd. Ben ik elke keer een treetje lager gaan voetballen. En uiteindelijk vorig jaar maart ben ik gestopt. Ja, wat was Marco voor voetballer in jouw ogen? Ja, Marco was, toen ik kwam, was hij al aanvoerder van de groep. Dus ja, ik kwam op 19-jarige leeftijd in de selectie. Dus dat is 9 jaar geleden. Ja, en een leider. En denk in mijn ogen Mr. Westlandia, hoe ik het zie. Ja. Zie je dat een beetje als een voorbeeld? Heb je hem zo gezien of is dat niet stoer om dat te zeggen? Nee, dat is zeker wel waar. Ja, kijk, ik weet niet hoeveel het uiteindelijk waren, maar 600. Hoeveel? 643? Hij vindt het leuk om jou even te laten raden. Nee, ik weet het niet precies, maar zoveel wedstrijden in Westlandia 1, dan ben je wel een voorbeeld voor de meesten in de club. Ja, maar eigenlijk denk ik voor jullie beiden wel. Jullie zijn echt wel ook mannen van de vereniging volgens mij. Knaap, ik denk voor jou dat vooral geldt, maar voor jou denk ik ook wel. Hoe is het leven nu? In deze tijd niet echt op de vereniging kunnen komen. Komen jullie hier überhaupt nog wel? Ja, de laatste tijd zijn het meer gesprekken voor volgend jaar. Wat gaan we volgend jaar doen met de selectie? Hoe gaan we het indelen? Met welke spelers? Dat soort dingen. Maar ja, het echte trainen en wedstrijden spelen zit er al een hele lange tijd niet in natuurlijk. Nee, hoe is dat voor jou? Ja, iets meer denk ik. Met name ook bezig met de nieuwe groep en met de trainers. Dus je hebt heel veel gesprekken met trainers, begeleiding, uiteraard spelers. Ja. Dus toch kijken naar het nieuwe seizoen. Het lastige denk ik voor mensen die in de sport zijn, die houden zich altijd wel vast aan schema's. Hè? Dus je hebt altijd een bepaald ritme. Dat continue schakelen, wat heeft dat voor invloed op zo'n groep? Ja, het is natuurlijk gewoon afwachten naar wanneer mogen we. Hè? En daar is de groep mee bezig. Alleen op een gegeven moment zien we ook dat de besmettingen weer oplopen en alles stilgezet wordt. Ja. Dus ja, dan weet je dat het heel snel winterstop is. Maar krijg je daar mentale klappen van? Voel je dat aan de groep? Jongens die dat vervelend vinden of die. Ja, sommige spelers wel. Hè? Die willen zich bewijzen, die willen nog een stapje hoger opmaken. Dus in ontwikkeling staan ze even stil. En wat is het leukste om je hobby uit te voeren? Dat is lekker voetballen. En dat gaat nu niet. Ja, je maakt ook een selectie natuurlijk voor zo'n jaar. Daar gaat ook veel tijd en energie in zitten. Heb je dan ook wel zoiets van, ja, die investering, dat is ook een beetje voor niks geweest? Ja, nou ja, goed, dat heb iedereen mee te maken. En uiteindelijk ligt het balletje bij de businessclub, hoe dat financieel ervoor staat. Dus daar hou ik me niet mee bezig. En hier kijk ik wel weer naar het nieuwe seizoen. En je wil wel weer uiteindelijk weer voetballen. En dat de kantine weer open kan. Hè? En dat je weer lekker langs de lijn kan staan naar een wedstrijd kijken. Maar het nieuwe seizoen, je hebt je een beetje bij neergelegd dat er gewoon nu niks meer eigenlijk in dit seizoen gaat gebeuren. Het nieuwe jaar. Ja. Dat is ook natuurlijk wel afwachten wat er nog gaat gebeuren. En of we überhaupt nog gaan spelen. Maar uiteindelijk ben je ook alweer bezig met het nieuwe seizoen. Ja. Rob, hoe is het mentale aspect bij de zaterdag? Ja, is ook lastig. Tenminste, de jongens willen graag wat doen. Maar ja, je merkt ook wel dat de jongens neigen gewoon heel erg naar wedstrijden, partijtjes en dat soort dingen.
En ook met trainingen op viertallen moesten we natuurlijk ook altijd nog op 1,5 meter blijven. Dus ja, als je dat te lange tijd doet, dan merk je ook gewoon dat de spelers uiteindelijk wel zoiets hebben van ja, maar we willen gewoon 11 tegen 11 zaterdagmiddag een wedstrijd voetballen. Het kan niet hè, op deze manier. Nee, het is lastig voor de jongens ook. En ja, dan gaat uiteindelijk de beleving wordt daar wel wat minder in. Dus ja, het is voor de jongens gewoon en voor iedereen te hopen dat we gewoon zo snel mogelijk weer iets kunnen doen. Wat was de ambitie voor die lange termijn? Ja, de ambitie voor de zaterdag van dit jaar was eigenlijk wel een soort tussenjaar wat we nu hadden. Ten opzichte van vorig jaar hebben we 11 tot 12 spelers die eigenlijk gestopt zijn of ergens anders voetballen op dit moment. Natuurlijk ook met de nieuwe onder 21 die we bij Westlandia hebben. Naar de zondag zijn er wat jongens doorgeschoven. Dus ja, daarin zijn we wel wat spelers kwijtgeraakt. En was het wel een soort tussenjaar. Eigenlijk de ambitie was om linker rijtje te gaan spelen. Maar niet echt mee te doen met de prijzen, zeg maar. Ja, Marco, hoe zit dat voor de zondag? Ja, qua ambitie willen we natuurlijk gewoon in de top meedraaien. En daar waren we dit jaar beter in gestart als andere jaren. Dus op je eerdere vraag, toen de competitie gestopt werd aan het begin, toen stonden we wat minder voor als nu. En we waren op zich redelijk gestart, had wel iets beter gekund nog. Maar we hadden nogal het idee dat we aan de goede kant zaten. En dat uit te bouwen, zeg maar. Ja, want het is wel een ploeg met veel potentie volgens mij. Hè? Een ploeg waar heel veel rek in zit. Ja, heel veel jonge jongens. Ook uit onder 19 overgekomen dit jaar. Wat Rob al aangaf met onder 21, waar we blij mee zijn. Ook een aantal jongens vanuit de zaterdagselectie die vorig jaar daar speelden. Dit jaar bij onder 21 gestart. En ook al minuten in zondag 1 gemaakt hebben. Ja. Dus op dat gebied ging het goed. Ja. En het is ook jammer, denk ik, want je wil weten of ook dat rendeert natuurlijk. Zo'n onder 21 ploeg, zo'n traject, zo'n proces, dat is jammer, denk ik. Ja, zeker. En ook onder 21, dat zeggen natuurlijk al, een aantal jongens die lopen natuurlijk uit de leeftijd van 21. Ja. Dus als ze dit jaar zich moesten bewijzen om in de zondagsselectie een plekje te veroveren, ja, dat wordt dan naar nieuwe seizoen wat minder. Ik vind het ontzettend interessante materie, maar er loopt iemand ontzettend te blaren in mijn oortje dat we naar de trekking van de loterij moeten, want ook dat is natuurlijk een niet onbelangrijk onderdeel van deze show. Ja, we hebben namelijk heel wat prijzen te verdelen. En pak die loter erbij. Kijk goed naar de getallen, want ik ga nu bekendmaken of jij in de prijzen bent gevallen met het lot dat je ongetwijfeld vandaag in die teststraat hebt gekocht. Wat vonden jullie van het weer, jongens, vandaag eigenlijk? Was te doen? Ja, het ging. Beetje winderig, maar voor de rest ging het goed. Ja, was wel behagelijk. Vond ik ook. 5 keer een groot boeket bloemen van Nova Logistics. En dat gaan we verdelen onder de volgende lotnummers. Dit zijn ze geworden. Van harte gefeliciteerd. Dan hebben we 3 keer een glazen wasser voor je privéwoning. Mede mogelijk gemaakt door Clean Fresh You. Gevallen op de volgende lotnummers. Oscar Valstar biedt 5 keer een schitterende Calathea aan. En dit zijn de winnaars. Volgende prijs is 2 keer lasergamen bij Van der Ende Racing Inn. En dat is voor 4 personen. Dit zijn de winnaars met deze loon. De man on fire op dit moment. Dit is toch een fantastische prijs, dames en heren. Auberginius, de dartlegende, uitschavenzander Dirk van Duivenbode. Hij geeft een dartclinic weg en die is voor 30 personen. Dus het wordt gezellig als het allemaal door mag gaan in 2021. Aangeboden door Embassy Benelux. En als we kijken naar de loten, dan is dit de winnaar van deze dartclinic. Ja, van harte gefeliciteerd. Heel veel plezier met de prijzen natuurlijk met die Dark Clinic. Maar ook al die andere mooie prijzen mede mogelijk gemaakt door sponsoren en het MKB uit ons mooie Westland. De jeugd heeft wel nog wat kunnen doorvoetballen de afgelopen maanden. Gelukkig maar, want de jeugd heeft de toekomst, om nog maar een cliché uit de kast te trekken. En Wim Verschoor geeft uitleg over hoe die afgelopen maanden eruit hebben gezien. Vanaf het moment dat de competitie niet meer kon plaatsvinden, zijn we gelijk gestart met het onderling regelen van wedstrijden. Want we vinden het natuurlijk hartstikke belangrijk dat de jeugd lekker kan voetballen.
is superbelangrijk dat we trainers en leiders hebben die de teams begeleiden, dat de teams getraind worden. En normaal is het al zo dat die trainers vol passie continu weer bezig zijn. Maar zeker in de huidige coronatijd, waarbij het sportpark eigenlijk leeg is, maar dat ze toch vol motivatie en vol energie erin gaan om die kinderen beter te maken. Om die kinderen lekker te laten voetballen. We konden weliswaar niet tegen andere verenigingen spelen, maar het feit dat we dat hier met elkaar georganiseerd hebben, daar ben ik echt trots op. En ik wil dan ook alle trainers en de begeleiding van harte danken dat zij dit mogelijk hebben gemaakt, dat de jeugd lekker met plezier aan het voetballen is geweest. Ja, mooie beelden. Al dus Wim Verschoor die we daar hebben gezien. Jaloers jongens, als jullie dit zien. Ja, het is hartstikke mooi voor de jeugd dat ze in ieder geval kunnen blijven voetballen. Ja. En ja, wij hopen het ook zo snel mogelijk weer te kunnen gaan doen. Maar dat was niet mijn vraag eigenlijk. Ik vroeg of jullie jaloers waren. Ja, gewoon zelf voetballen. Ja. Zelf voetballen? Ja. Ah, soms als je een beetje zit te kijken, denk je wel van, oh, dat is wel lekker hoor, dat lekker op het veld voetballen. Ja, gelukkig maar. En belangrijk dat het kan. We kunnen natuurlijk een beetje vooruitkijken. We weten nog niet alles. Maar er is wel een plan door de KNVB gepresenteerd met een mogelijk scenario voor hoe het restant van die competitie eruit zou kunnen komen te zien. Eén optie is om de competitiepool te gaan halveren en dan verder dat seizoen uitspelen. Of we spelen nog één seizoens, of die eerste seizoenshelft spelen we uit. Wat vinden we van die plannen? Ik begin bij jou. Nou, de optie van de halve competitie spelen, dat trok ons ook wel. En daar willen we best in meegaan. Ook al hebben we geen keuze natuurlijk. Maar dan ben je in ieder geval gewoon in competitieverband met elkaar bezig. En ja, hoe het er nu voor staat, wanneer mogen we weer voetballen? Dat is natuurlijk de vraag. En misschien kan het alleen nog maar zijn dat we de eerste helft van de competitie uitspelen. Maar wat het gaat worden, dat is voor iedereen een vraagteken, denk ik. Welke optie heeft voor jullie de voorkeur? Is dat, ga je mee met Marco? Ja, maar dan moeten we nog heel hard ons best doen. Als het maar de halve competitie is, dan hebben we nu nog maar 9 wedstrijden om het goed te maken. Nou ja. Maar nee, ja, ik denk dat dat wel een goede optie is. Als het allemaal weer mag, dan is het tijdsbestek te kort om een hele competitie af te nemen. Dus ja, dan zou je het met een halve competitie moeten doen. Maar er moet ook nog opgetraind worden natuurlijk. Hoe lang heeft de selectie nodig om dat weer allemaal in goede banen te leiden? Om klaar te zijn voor die hervatting? Ja, normaal zeggen ze 5-6 weken. En nu is het natuurlijk sowieso een raar seizoen. Hoewel iedereen natuurlijk last van heeft. Maar ja, mag je weer oefenwedstrijden spelen? Dat is eigenlijk weer een beetje de vraag, denk ik. Ja. En van daaruit kijken of we er klaar voor zijn. Ja. Zijn dit wel perspectieven die je deelt met de groep en wordt daar ook op gereageerd? Ja, gedeeltelijk. Maar er komt natuurlijk zoveel verschillend nieuws. Wat ze van plan zijn en dat soort dingen. Dus ja, die jongens willen wel heel graag weer. Maar ze snappen ook dat het in deze situatie gewoon nog niet echt relevant is. Dus ja, ze willen gewoon heel graag weer beginnen, maar ja, het lijkt nu nog wel heel ver weg. Ja, 12 januari, dan is de persconferentie van de Nederlandse overheid en weten we hopelijk meer over wat het scenario gaat worden voor het Nederlandse amateurvoetbal. Laten we hopen op het beste scenario. Mannen, we willen afsluiten met een wens voor 2021. Rob, ik begin bij jou. Wat is jouw voetbalwens? Mijn voetbalwens is eigenlijk 11 tegen 11 om 2:30 middags en dat de fluit gaat en dat het echt weer een keer om de punten gaat. En mensen langs de zijlijn. En mensen langs de zijlijn. Met een biertje. Juist. Ja, daar sluit ik me volledig bij aan. Ik bedoel, lekker voetballen, kantine weer open en plezier maken met elkaar. Ja, laten wij in ieder geval een klein beetje plezier maken en een slok nemen. Jongens, laten we het glas hebben op hopelijk een mooi en veilig sportief 2021. Proost. Proost. Hij is goed koud. Lekker. En daarmee gaan we kijken naar Martin Koos. Want Martin Koos hebben zich het zweet uit de bilnaad gewerkt de afgelopen weken. Want er liggen prachtige zonnepanelen hier op het sportpark waar we heel veel profijt van gaan hebben. We zijn natuurlijk 1,5 maand geleden begonnen met het aanbrengen van de materialen die door Solarbox op het dak gezet zijn. Daarna hebben we alle profielen uitgelopen, zeg maar, met toch wel een man of 6-7 van onze vrijwilligersclub. Nou ja, als je weet dat er natuurlijk 450 van die panelen op het dak leggen, dan kunnen we natuurlijk wel begrijpen dat er ook heel veel profielen op het dak leggen, heel veel kabels moeten komen. Op een gegeven moment Solarbox de zonnepanelen in samenwerking ook weer met ons op gemonteerd en dat is eigenlijk een beetje de grote hoofdlijn waar wij mee bezig zijn geweest. Wat wij verder gedaan hebben, zeg maar, is het verdere onderhoud
op het park. Ja, normaal gesproken lopen hier natuurlijk door de week 1000 man. En die veroorzaken natuurlijk vervuiling. Er gaat wat kapot, er wordt wat gesloopt, er moet wat bijgemaakt worden. Er zijn zoveel dingen die altijd nog gedaan moeten worden. Ja, je blijft altijd aan het werk hier zo. Zolang ik kan lopen, blijf ik hier komen. Ik bedoel, het komt er gewoon op neer dat het is een heerlijke vrije tijdenbesteding. Je hebt lekker je contacten met de mensen die hier lopen. Ja, grote dank natuurlijk aan Mart en Koos, maar ook alle andere mannen en vrouwen van de bouwcommissie die zich de afgelopen maanden keihard hebben ingespannen om dit te realiseren. Het is nogal een groot project geworden waar de club heel veel profijt van gaat hebben. Aangeschoven zijn twee nieuwe tafelgasten, kerstverse tafelgasten, waarmee we gaan terugblikken op het afgelopen jaar en vooral vooruitblikken, want dat willen we heel graag op 2021. Ik ga dat doen met de voorzitter van Westlandia, Tom van Marrewijk, en met de voorzitter van de businessclub, Ted Vollebrecht. Mannen, welkom. Tom. Je hebt het een en ander kunnen zien. Wat maakt het meeste indruk? Het verhaal van die voetballers, die zonnepanelen. Waar gaat het bij jou kriebelen? Ja, je bent een voetbalvereniging. Dus het voetballen zit in het bloed. Dus als je hoort de jongens over dat ze niet kunnen voetballen. Ja, dat is de pijn die je met z'n allen voelt. En dat voel je natuurlijk al heel veel maanden. Ja. En dat valt natuurlijk ook weer op als je Marco en Rob hoort praten. Dat hoor je door hun heen hoe vervelend het is als de jongens de hobby niet uit kunnen oefenen. En dat we met z'n allen hier op dit park willen zijn. En dat we met z'n allen dit weer het voetbalspelletje willen doen. Ja, dat maakt echt het meeste indruk. Ted, heb jij ontwenningsverschijnselen? Dit is altijd wel een periode waarin er veel geborreld wordt door de sponsorleden natuurlijk. Ja, nee, zeker waar. Normaal gesproken hadden we nu de nieuwjaarsreceptie op het oog. En wat ik met name ook mis is natuurlijk dat je elkaar ziet. Elkaar treft hier op de club als je hier naartoe rijdt. Ja, dan word je weer enthousiast en dat missen we met elkaar heel erg. Ja, merk je dat de emotie diep zit bij sommige leden? Ja, emotie zit diep. Hè. We zijn bij veel sponsoren langs geweest en je merkt gewoon dat ze het heel erg missen. Hun gang naar de club om hier te zijn en ook met elkaar gezellig na de wedstrijd even bij te praten. Ja, Tom, kan je aangeven in een notendop nog eens wat nou de impact is geweest van deze coronacrisis op Westlandia? Doe je dan in het verenigingsleven of financieel? Of bedoel je eigenlijk misschien dat we het totale plaatje in de notendop kunnen schetsen. Nou ja, kijk, de impact is natuurlijk groot. De mensen missen de verenigingsleven, wat ik net zei. Dat is de impact groot bij veel leden. Maar ook bij de supporters, maar ook bij alle mensen eromheen. En je merkt toch wel dat heel veel mensen het echt missen. En dat sociale aspect dat we missen. En twee is natuurlijk, je mist natuurlijk dat je met z'n allen heel veel plannen aan het maken bent en heel veel dingen al gaan uitvoeren en iedereen staat te trappelen om al die plannen die we hadden voor dit jaar uit te kunnen gaan voeren en dat lukt allemaal niet, dat mag niet. Daarnaast is het natuurlijk dat je bent met de vereniging met z'n allen ben je aan damage control aan het doen om de schade te beperken om hem uiteindelijk ook als vereniging toch door deze tijd heen te komen. Ik bedoel, ja. Die aspecten gaan natuurlijk ook een hele belangrijke rol spelen. Ja, wat is de impact geweest op de businessclub? Nou, gelukkig beperkt. We zijn heel trots om te kunnen zeggen dat nagenoeg alle businessclubleden zijn gebleven. Die zijn de club trouw. Je merkt ook dat er enorme loyaliteit is. Dat ze de club ook gunnen. Ze snappen ook wat er aan de hand is. En wat wij ook als sponsorcommissie of als bestuur proberen te stimuleren is natuurlijk ook dat we allemaal ook elkaar ondersteunen. En dat we ook de leden oproepen zoveel mogelijk hun inkoop te doen bij de sponsoren. Ja, het meedenken met elkaar. Hè? Volgens mij is dat een beetje de key van de afgelopen periode geweest. Ja, ik denk bij onze sponsoren, maar ook vanuit de commissies. Ton zei het al, we zijn plannen aan het maken continu. We zijn iedere maand aan het vergaderen. Kijken weer vooruit. Nou, die plannen moet je weer bijstellen. Maar ik denk dat er enorme creativiteit is bij heel veel mensen om elkaar waar mogelijk te ondersteunen. De keiharde realiteit is wel dat je ook toch vooruit moet kijken en dat kan ook soms best wel leuk zijn natuurlijk. Wat zijn de uitdagingen voor 2021, ondanks dat er ook wel heel veel onzekerheden zijn?
Ja, uitdaging is natuurlijk als we straks weer voetballen. Laten we daar maar even van uitgaan. Om uiteindelijk weer zoveel mogelijk leden weer te betrokken te blijven hebben. Dat we geen leden verliezen. Iedereen weer graag naar het park wil komen. Het zal ook een uitdaging zijn om alle mensen weer hier te krijgen. Want mensen gaan andere invulling krijgen. Mensen moeten het verenigingsleven ook weer in hun ritme gaan krijgen. Ja. En daarnaast om alle vrijwilligers uiteindelijk die we zo hard nodig hebben. Een aantal hebben toch even een stukje rust kunnen nemen. Maar die moeten weer vol in actie. Dus iedereen moet je weer in actie gaan krijgen, dat is een uitdaging. Ja, en we zijn natuurlijk al volop bezig met het, toch ook alweer met het seizoen 21-22. Ja. Dat is ook alweer waar zeker de selectiespelers en in ieder geval bij betrokken zijn. Maar vooral de technische staf hard mee bezig is. Ja, met andere woorden, je bent gewoon alweer een beetje aan het kijken of er nog spelers op de markt zijn. Nou ja, de technische, de TC met de trainers daarbij, die zijn er altijd al in december, januari alweer bezig met het volgende seizoen. Dat spel is altijd alweer op de wagen in deze periode. Ja. En dat geldt natuurlijk uiteraard ook voor ons. Ja, is het de grootste uitdaging om alle kikkers in de kar te houden voor de selectie? Ja, dat is sowieso. Je wilt alle kikkers in de kar houden. Zeker als wat de Westlandianen betreft. Ik moet wel zeggen, persoonlijke doelstelling, maar ook de doelstelling van de technische staf rondom de zaterdag is voor ons wel erg belangrijk. We hebben net Mark gesproken en Marco. Rob en Marco. Maar met Theo Verbeek erbij en met bestuur erbij willen we toch zeker wel een hot item maken om uiteindelijk ook volgend jaar bij de zaterdag weer zoveel mogelijk de Westlandianen op het veld te krijgen. Ja. Het doet pijn als je ziet dat er Westlandianen uitvliegen naar andere verenigingen. Ja. En die horen gewoon weer hier te spelen. En daar willen we toch met z'n allen wel weer ons beste beentje voor zetten om die jongens weer hier te krijgen. Maar in de wetenschap dat er niet veel sponsoren zijn weggelopen en dat de schade financieel relatief beperkt is gebleven bij Westlandia. Kan je een koppeling maken door te zeggen dit is misschien ook wel een kans voor Westlandia ten opzichte van andere verenigingen? Dat weet ik niet, want ik weet niet hoe de verenigingen om ons heen daarvoor staan. Volgens mij, als ik een beetje de thermometer hoor, dan zijn alle verenigingen in onze omgeving allemaal goed gezond. Dus wat dat betreft zie ik het niet dat we moeten profiteren van de ellende van een andere vereniging. Dus dat zie ik niet zo 1, 2, 3. Ik denk dat we juist moeten profiteren van het beleid dat we de afgelopen jaren ingezet hebben. Vanuit de jeugd een doorstroom, onze onder 21, naar de zondag doorstromen. Een volwaardig zaterdag eerste elftal team met zoveel mogelijk Westlandianen daarin. Ja, dat is ons eigen beleid dat we al ingezet hebben. Ik zie het niet zo in dat we hoeven te profiteren van dat het bij een andere partij minder gaat. Absoluut niet. Ja. Ted, is er een agenda voor de Business Club voor 2021? Ja, we proberen toch weer voorzichtig vooruit te kijken. Dat klopt. Aan de andere kant zijn we natuurlijk ook wel betrokken bij de sponsoren. Hoe vergaat het met hun? Persoonlijk, maar ook zakelijk. Komen ze deze periode goed door? Gelukkig voor de meesten wel, maar er zijn er toch ook een aantal die het best wel moeilijk hebben. Dus daar proberen we ook wel rekening mee te houden. Maar onze sponsoren, in ieder geval de meeste, die zijn zeer ambitieus. En ja, die willen natuurlijk ook graag dat ons clubje zo hoog mogelijk voetbalt. Ja. Dus wij gaan wel proberen om dat budget wat er is op peil te houden. En waar mogelijk misschien nog wat extra te bedenken of te verzinnen. Maar onze sponsoren staan voorop. Zakelijk en persoonlijk. En als dat goed gaat, dan gaat het met de club ook goed. En dat ziet er volgens nog heel positief uit. Ja, je zegt de sponsoren zijn ambitieus. Wie misschien wel het meest ambitieus is hier op Sportpark de Hoge Bomen. Ja, die staat natuurlijk bij iedereen al heel lang bekend als een van de trouwste sponsoren van Westlandia. 30 jaar lang verbonden aan de club. Dat is een jubileum waar deze sponsor trots op kan zijn. Waar de club trots op kan zijn. En dat verdient ook een mooi eerbetoon. 30 jaar Van der Valk Systemen verbonden als hoofdsponsor aan Westlandia. Dat is uniek in de geschiedenis van Nederland. 30 jaar geleden werd Van der Valk hoofdsponsor van Westlandia. 30 jaar! In 1990 waren de mobiele telefoon en het internet nog ondenkbaar. En waren zij nog lang niet geboren. In de 30 jaar met Van der Valk als hoofdsponsor is er veel veranderd. Westlandia is uitgegroeid tot een toonaangevende vereniging in Nederland. Daar heeft Van der Valk een grote steen aan bijgedragen. Hans heeft in al die jaren gezorgd voor positiviteit binnen de selectie. En in economisch slechte tijden breidde Van der Valk het sponsorschap juist uit. We zijn dankbaar voor zo'n trouwe sponsor. Op naar nog vele mooie jaren.
Ja, prachtige video van de mannen van West Country Media. En ik merk dat hij hier wel binnenkomt, hè Tom? Ja, zeker. Daar ben ik natuurlijk trots op. Dat is hartstikke mooi. Trots als vereniging dat je zo'n hoofdsponsor hebt. En dat je iemand die zo bevlogen is een maatschappelijk steentje bijdraagt. Dus daar zijn we als vereniging natuurlijk super blij mee. Ted, ik zei het net al, dit is uniek in de historie van Nederland. Van de langzittende sponsoren in het amateurvoetbal. Kan je aangeven hoe fanatiek deze sponsor is? Ja, nou ja, daar hoef ik niet veel aan toe te voegen. Maar dit is echt ongekend wat hier natuurlijk aan de hand is. Een hoofdsponsor die in goede tijden en slechte tijden de club blijft steunen. En ook een goed voorbeeld is voor andere sponsoren. En zijn betrokkenheid die gaat soms heel ver. Soms ook wat minder ver, maar ik heb al hele mooie momenten mogen meemaken. Waarbij we zoveel gelachen hebben en eigenlijk ook altijd positief gestemd is. Ja. De spelers toe, maar ook naar andere sponsoren toe. Om ook al loopt het even niet, om toch altijd de positieve blik te houden. Ja, dat vind ik heel knap. Ja, maar het is de kracht van dit partnership volgens mij tussen van de Valksystemen en tussen de selectie. Dat gaat zo goed samen, dat is helemaal met elkaar verweven. Ja, dat is, die betrokkenheid is enorm, dat zei ik al. Maar wat ik ook wel mooi vind, is dat Van der Valk systeem er ook voor heeft gezorgd dat we meerdere hoofdsponsoren hebben kunnen aantrekken. Waardoor de club nog stabieler wordt voor de toekomst en waar we nog meer armslag hebben gekregen. En wat ook mooi is om te vermelden, is dat Van der Valk systeem het contract heeft verlengd. En goed voorbeeld doet goed volgen. Dus ook andere sponsoren hebben dat voorbeeld gevolgd. En Rabobank heeft dat ook gedaan. Ja. En daarnaast met Clean Fresh You en onze nieuwe rugsponsor Liefhaar Transport erbij. Ja, hebben we een heel mooi shirt. En samen met andere businessclubleden, onze bordsponsoren, ja, zijn we gewoon een financieel stabiele club geworden. Hebben we hier nou een primeur te pakken? Dat ik hoor dat het contract is verlengd. Is dat een primeur? Ik zag de eindredacteur, die hoorde ik in mijn oortjes geven. Wat? Ja, soms moet je ook een nieuwtje hebben tijdens de show. Dus ben een beetje de Johan Derse hier. die probeert een nieuwtje te brengen. Oké, kunnen we ook al een tijdbestek eraan verbinden? Tot wanneer is die verlengd? Ja, nou ja, goed. Zoals iedereen weet die bij Westlandia is dat we over een kleine 3 jaar, ik geloof in 2022, vieren we ons 100-jarig jubileum. Dus de contracten zijn sowieso verlengd tot het jubileumjaar. Dus we gaan nog een paar mooie jaar tegemoet. Hartstikke goed. Prachtig nieuws. En mooi om te horen hoe die geschiedenis er min of meer uit heeft gezien. En dat een mooi netwerk ook met zich mee heeft gebracht. We gaan heel even terug naar een ander heel belangrijk onderdeel van deze show. En dat is natuurlijk de loterij. Ik ga er mijn lijst bij pakken, want we hebben natuurlijk nog een aantal prijzen te verdelen. Om te beginnen, 2 keer kaarten met 4 personen bij Van der Ende Racing in. Dat is een prijs die gevallen is op de volgende lotnummers. Dan pakt de loter er weer bij 2 keer een 3D glow-in-the-dark minigolf met 4 personen bij Van der Ende Racing in. Deze lotnummers zijn het geworden. Hij gaat de longen uit zijn lijf zingen, speciaal voor jou in je huiskamer. Hij neemt alles mee en hij maakt er een feest van. John Dame gaat een privé optreden verzorgen bij het volgende winnende lotnummer. En we moeten er nog even op wachten, een hete zomer, maar hij gaat er ongetwijfeld aankomen in 2021. En daarvoor kan je dit strandlaken, sauna laken, daar kan je het ook voor gebruiken. Van OptiDee kan je daar perfect voor gebruiken. De winnaar is gevallen op het volgende lotnummer. Gefeliciteerd met deze prijzen, geniet ervan en blijf nog heel even hangen, want we zijn nog niet helemaal klaar. We hebben nog een laatste deel van de loterij. Voordat ik dat doe, Ted, nog heel even naar jou. Wat is jouw wens voor 2021 en dan met name ook in relatie tot die businessclub? Nou, mijn wens is in eerste instantie dat we de sponsorcommissie dus en het bestuur van de businessclub bij elkaar kunnen houden. Dat is toch wel iets wat ik wil benoemen, dat het een enorme actieve en creatieve club van mensen die iedere keer ook met nieuwe ideeën komt, ook in deze tijd nieuwe dingen bedenkt, waardoor ook weer financiën blijven binnenkomen. En met die club, als we die bij elkaar kunnen houden en dat we binnen nu en 3 maanden elkaar weer kunnen zien hier op het park, dat zou toch wel heel erg mooi zijn. Zonnetje, biertje in de hand, ja, daar kijken we enorm naar uit. Tom? Ja, 2020 heeft ondanks heel vervelende dingen ook een paar heel mooie dingen opgeleverd. We zagen net even de zonnepanelen. Hè. De hoofdtrainer en de assistenten hebben het contract verlengd. Dat is volgens mij ook een heel belangrijke slag geweest. Je zei net al, we zijn de selectie aan het formeren.
Wat is de wens voor 2021? Voordat ik dat zeg, vergeet je eigenlijk één ding. Zoals we hier zitten met deze loterijen die georganiseerd worden, hè, waarin iedereen zijn steentje bijdraagt en die we ook van de zomer gehad hebben, zijn ook een van de positieve dingen die weer naar voren zijn gekomen. Dus laten we dat zeker niet vergeten, want alle hulde die daar mee gewerkt heb, is zeker op zijn plaats. Maar de wensen voor 2021 sluit ik me uiteraard aan op alle voorgangers, dat we willen doen wat we zo graag willen doen. En dat is hier op het park ons spelletje spelen. Erover praten, erover mopperen en vervolgens uiteindelijk weer met de belangrijkste bijzaak even over praten en dan weer verder gaan. Maar daarnaast vind ik het ook wel heel belangrijk om toch nog even aan alle leden, alle vrijwilligers, aan alle betrokkenen, aan alle sponsoren en iedereen toch nog wel even vanuit ons in ieder geval heel erg bedanken voor het afgelopen jaar. Er is op iedereen een enorme beroep gedaan in de flexibiliteit en om mee te denken. En het doet ons goed om te zien hoe iedereen zich zo betrokken daarin heeft gevoeld. En ja, de wens is om dat volgend jaar weer als een katapult naar buiten te schieten. En dan uiteindelijk alles te gaan doen wat we allemaal willen doen. En ik denk dat er op heel veel fronten iedereen heel veel plannen heeft. Maar dat hebben wij zeker. En laten we dat hopelijk met z'n allen maar weer kunnen gaan bewerkstelligen in een goede gezondheid. Want laten we dat voorop stellen. Want dat is op dit moment toch wel issue 1. Mooie woorden van de voorzitter van Westlandia. En daarmee gaan we richting de afsluiting. Voordat we dat gaan doen, nog één keer terug naar dat laatste onderdeel van de loterij. We hebben nog wat prijzen te verdelen. Waaronder 5 keer een Westlandia pakket, een fles wijn van Bij 5, een vleesplankje van Keurslagerij van Leeuwen. Gevallen op de volgende lotnummers. En dan 5 keer een mooi gevulde anthuriumschaal van René van Schie potplanten, gevallen op deze lotnummers. Vier keer een verwend pakket van Keurslagerij van Leeuwen en dit zijn de winnaars. Ja, een prijs die inslaat als een komeet. Dit is echt een gigantisch dikke prijs. Krijg ik ook door van de eindredactie. 1 keer een minuut winkelen bij Jumbo Koornheef. Dames en heren, jongens en meisjes, zet je schap, pak het lotnummer erbij. Want dit is de winnaar. Ja, we gaan eruit met echt iets unieks. Hij ligt nog nergens in de schappen, maar wij hebben hem weten te bemachtigen. De vraag is alleen wanneer je hem gaat krijgen. Dat kan nog even op zich laten wachten, want we zijn nog bezig met die verpakking. Kortom, ja. Gaat nog wel even duren, maar hij komt eraan als jij het volgende lotnummer hebt, een PlayStation 5. Ja, tot zover de loterij en echt over die laatste prijs. Ik moest er toch even bij zeggen van bepaalde mensen dat het nog echt niet zeker is wanneer die binnen is. Maar hij komt ongetwijfeld ergens in 2021, zo rond december, komt hij naar je toe. Tot zover deze eindejaarsshow van Westlandia. Ik hoop dat jij hebt genoten van alle gesprekken. En ik hoop dat je in de prijzen bent gevallen bij die loterij. Laten we er volgend jaar ook weer een heel mooi jaar van maken. Ik wil jullie bedanken, Ton, Ted, op een heel mooie 2021. Ja, laten we het glas heffen ook. En Om een mooie 21. Laten we er wat moois van maken. Wij gaan hier afsluiten. Ontzettend fijn uiteinde gewenst. Houd een beetje veilig en laten we hopen op een sportief en succesvol 2021. Ciao.